Met de komst van de Omgevingswet is een nieuwe manier van samenwerking mogelijk geworden. In deze course kijken we naar de casus waarin een bedrijf bij de gemeente aanklopte met uitbreidingsplannen en waarbij participatie, samenwerking en belangenafweging in de keten een belangrijke rol spelen. Om de gewenste uitbreiding mogelijk te maken is natuurcompensatie nodig. Het bovengronds halen van een ondergrondse beek blijkt hiervoor een goede invulling. Dit vraagt om een intensief samenspel tussen de gemeente, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, het bedrijf en de omgeving. Ja, het initiatief kwam bij ons binnen als verzoek. Wij waren al bezig met de ontwikkeling van de beek samen met het waterschap. We zijn bezig met een masterplan om de beek meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Toen we al die partijen bij elkaar gebracht hebben, toen hebben we eerst gekeken van nou, wat zijn ieders belangen inderdaad. Welke doelstellingen hebben we als verschillende partijen? En daar hebben we dus ook gelijk duidelijke afspraken over gemaakt. Het waterschap focust zich echt op de ontwikkeling van de beek, op de beleefbaarheid, maar ook om de waterkwaliteit. De gemeente die focust zich op de bedrijfsontwikkeling, maar ook natuurlijk de belangen van burgers. We moeten daar een goede afweging in maken, toch het maatschappelijk belang goed afwegen. En de provincie die kijkt echt naar de natuurcompensatieopgave. Dus het was heel logisch om die drie partijen bij elkaar te brengen. Om gezamenlijk te kijken van hoe kunnen we al die de gelijke doelen met verschillende belangen bij elkaar brengen. We zagen eigenlijk van begin af aan al dat er een gezamenlijk doel was te behalen op gebiedsniveau. Dus we hebben geconstateerd dat daar een opgave lag die we als overheden samen konden oppakken. En daarom was er ook een wil om op een andere manier te kijken naar een proces. Niet vanuit de regels, maar vanuit de doelstellingen die we gezamenlijk hebben. Dus we zijn vanaf dat moment gaan kijken, wie kan hier welke rol inpakken? Heeft de provincie een regierol? Ja, die hebben we en die houden we. Maar wie gaat het plan uitvoeren? En daarbij hebben we gebruik gemaakt van de kennis en de ervaring die in het gebied al aanwezig waren bij gemeente en het waterschap. Zij hebben het plan uiteindelijk verder samen opgepakt, gekeken wat er nodig was om een plan te laten slagen en welke kwaliteit er bereikt moest worden. Maar een bedrijf zit vaak in de modus dat wij vooraf willen bekijken wat zijn de risico's, wat zijn de kosten voor we beginnen aan een project. En het is heel lastig om dat soort risico's af te wegen aan de voorkant van het proces dat je gezamenlijk gaat starten. Dus de communicatie daarin richting het bedrijf, dat was vrij lastig, omdat wij zelf ook niet wisten waar het allemaal naartoe ging. In de toekomst is het belangrijk dat je vooraf duidelijk maakt, ook bij een initiatiefnemer, wat we gaan doen, waarom we gaan doen, wat we gaan doen, waarom we niet kijken naar de regels, maar naar doelen, en wat het kan betekenen voor de lengte van een proces en voor een risicobepaling van een proces. En daar is het belangrijk dat wij daar ook de particulieren, de omwonenden, de burgers, voortijdig in meenemen. Deze beek waar we hierbij staan, de Jansbeek, die lag ook ondergronds in een buis en bij de casus is dat ook het geval. Ja, we hadden al een samenwerking met de gemeente op het gebied van de beek om die bovengronds te halen en natuurlijker in te richten. En ook wat betreft de omgevingsvisie, daar was mijn collega Peter Duteweert mee bezig. En toen het initiatief van het bedrijf naar voren kwam, was dat een hele mooie kans om dat erbij te betrekken. En om het ook als casus te gebruiken om te kijken hoe de samenwerking bij de Omgevingswet zou lopen. De gemeente die was de trekker in het geheel en die heeft ook de contacten met de bedrijven. En die heeft de korte lijnen eigenlijk gebruikt die er al waren vanuit het project met het waterschap, heeft die gebruikt om ook dit in gang te zetten. Het mooie bij dit project is dat we eigenlijk meteen met verschillende disciplines bij elkaar zijn gaan zitten binnen het waterschap en de situatie, het initiatief van verschillende standpunten hebben bekeken. Daardoor kan je een heel breed beeld geven van wat er mogelijk is en waar kansen liggen en ook wat niet kan, waar kaders liggen. En daardoor kun je echt kijken naar het doel wat zo'n bedrijf wil bereiken en wat het waterschap en andere overheden willen bereiken en hoe je dat kunt combineren met elkaar. Voor ons was het grootste leerpunt eigenlijk dat we nog een spin in het web missen. We hebben nu heel veel verschillende personen die op allerlei manieren met zo'n project te maken hebben. En wat we met deze casus eigenlijk achterkwamen, is dat het heel handig is om één persoon te hebben die alles overziet. Die hoeft niet helemaal inhoudelijk er diep in te gaan, maar die weet welke overheden erbij betrokken zijn, welke andere collega's. En die kan ook een aanspreekpunt, een centraal aanspreekpunt worden voor een bedrijf. En het makkelijke daaraan is dat andere overheden weten wie ze aan moeten spreken en dat een bedrijf niet met heel veel verschillende personen te maken hebben. We zijn inderdaad met een aantal van dit soort grotere projecten al echt wel aan het werk met die Omgevingswet. We proberen die nieuwe manier van werken en het directe contact met verschillende overheidsorganisaties zoals het waterschap en de provincie, daar hebben we al best wel nauw contact mee, overlegmomenten mee.
De kunst is nu ook om bedrijven, initiatiefnemers of burgers inderdaad ook op een goede manier daarbij te betrekken. Voorheen was het natuurlijk zo, eigenlijk merk je dat nog steeds wel, dat burgers heel erg kijken naar de overheid. De gemeente die richt dat allemaal voor mij. Als we zo dadelijk echt die omgevingsvisie hebben, dan hebben we daar ook veel meer participatiemomenten in natuurlijk. Maar ook juist bij zo'n initiatief, op het moment dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren, dan is het toch wel van belang om in contact te blijven met omwonenden, met burgers, met initiatiefnemer en daar goed die afstemming in te zoeken. Je moet ook nog een beetje helpen, misschien de initiatiefnemer en burgers, om hun rol ook daarin te pakken en hun verantwoordelijkheid ook met name daarin te nemen en te pakken waar mogelijk. Wat ik mee zou willen geven is dat het heel belangrijk is om goed contact te hebben met je betrokken partijen, in dit geval dus de provincie en het waterschap, elkaar goed weten te vinden. Daarnaast denk ik in een heel vroeg stadium toch die burgers betrekken. Die willen zich heel graag gehoord voelen natuurlijk. Die willen meedenken in een plan. En voor het bedrijf of de initiatiefnemer zorg ervoor dat je het proces ook goed doet. En dat je ook je omwonenden hoort. Dat je daar voldoende aandacht aan besteedt. En ik denk dat wij als gemeente daar ook een bijdrage in kunnen doen om initiatiefnemers, maar ook burgers te helpen in een hele proces om samen tot een beter en gedragen plan te komen.